Ja, hoi Anneke. Het is alweer tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben hier op een hele speciale locatie en ik heb een speciale dame bij naam. Goeiedag. Goeie. Nou, kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Nienke Koopmans, Tietjerk. Daar ben ik aan mijn melkveebedrijf en ik zit in de gemeente sinds 2010. Van Tietjerk Stadiel. Van Tietjerk Stadiel. Ja. En ik vroeg Nienke van hartstikke een leuk onderwerp voor zo'n filmpje, iets van de gemeente. En toen zei ze, nou, ik weet wel, we hebben een vlogje met je kennis. Vertel eens, waar ben je hier? Ja, we zitten inderdaad op een hele speciale plek in de gemeente. We zitten op het Burgermanmaar. Echt een heel belangrijk natuurgebied. Met natuurwaarden waar wij ook heel zunig op binnen en wie is maar binnen. Ja. Ja. En wat gaat spelen dan in hoe dit gebied in Riet? Nou, wat spelen gaat is dat wij, als de VVD in elk geval vindt, dat die toch wel heel rustig is. En dat die best wel wat meer actie komen koren. Ja, want Jet hier, ik ga Jet in, dat hoe ze draaien mochten er meer, maar van tevoren koos je wetter skiën en dan koos je van alles nog wat doen, maar dat is nou net meer. Nee, in 2003 is het snelvaren verdwenen. En doordat je wat sneller varen kunnen maar aan boord, ja, hij wat dynamischere sporten, zeg maar. Hè? Wat inderdaad wetterskiën of met oorgekke dingen erachter hingen. En daar had de moderne wettersport er toch wel flat van. Ja. Ja, en dan gaan we het in de gemeente hier aan. En hoe is het dan? Ja, we hadden er een heleboel aan. We hadden hoorzittingen aan. We hadden alle omwenners natuurlijk. Iedereen die belang we hier hebben, daar al jet. Ja. Raad van Tietjerk Stadiel. Namens de eigenaren van de recreatiewoning aan de Borslaan, de eerste maart, zijn we geen voorstander van het toestaan van snel- en funvaren. Ik denk onder de 50, onder de 40, die vaak zijn van, nou, wie ben we voor, een beetje actie, kan je eerste maar wel broeken. Ik zou graag willen dat met dit fysiek dat snelvaren constructief omgaan wordt. Eventueel met zinstanders tot een oplossing komen. Als het net van jaarsnogen tot jongensnogen kan, zullen we om een oortijd of om een oorgebied, maar probeer er gewoon mijn uit te komen. Wie leven hier toch met ons allen? En waar wordt die maar van zich claimen? Van waar is die maar? Die is van ons allen, ja. Eigenlijk wie toch het grootste gedeelte van de gemeente hier weer ervoor. Okay. Alleen het lastige is dat het maar weliswaar in de Tietjerkse deel leidt, maar ja, het beheert we door de provincie. Dus toen moest het leidt nou bij de provincie. En wij hopen voor de simmer op een positief advies van de provincie. Ja. We hebben wat leven op een maar. Ja, absoluut. Ja. Nou, dat geeft wel je aanwacht en ik hoop dat het dan ook wat beter temperatuur is dan Joet. Maar bedankt voor de taalochting. Graag gedaan. En tot de volgende vlog.